Goedendag beste mensen, 23 november 2019. Ik ben hier momenteel te Holen, op een vijftal kilometer van Hulst. Zoals de meesten weten die mij volgen, er is geen openbaar vervoer naar Hulst. Vanuit Kloosterzanden, Voorwaarden, Zaamslag. Nee, dus de duizenden bezoekers moeten rekenen op een taxi ofwel op eigen vervoer. Dus het beleid van Zeeuws-Vlaanderen, dus van die provincie Zeeuws-Vlaanderen, zij zorgen dus naar het schijnt voor dat openbaar vervoer. Dus de zaterdag staat die buurtbus hier, dus die bus die rijdt in de week tot een uur of vijf, van een 8:30 tot een uur of vijf. Dan rijdt hij niet meer. Dat is dus het enigste busje die naar de supermarkten gaat van Hulst. Dus waar aan de vijf supermarkten daar zijn. Dus die staat hier. Je ziet hier door Zeeland Connection. Dus dat is die buurbus. Voilà, dergelijke buurbussen zijn ook aanwezig in andere locaties van Zeeland. Ook hetzelfde verhaal. Die rijden niet in het weekend. En dat maakt dus dat de mensen in het weekend gewoonweg geen vervoer hebben naar het winkelcentrum. Je kan misschien zeggen, ja, dat is niet erg of zo, maar stel je voor, je wil gaan winkelen de zaterdag, de zondag, en er is gewoon wat geen transport. Dus die haltetaxis die stoppen nog steeds niet aan het winkelcentrum. En ondanks dat dat minibusje maar 1 per uur is, is het toch wel een feit, een zaak, dat het onbegrijpelijk is dat men in het weekend geen transport heeft tot een supermarkt.